Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe backstage vlog van het programma Joy en Bart. Vandaag de achter de schermen beelden van de aflevering waarin ik heel vroeg mijn tas pakte en in de auto stapte onderweg naar Schiphol. Gaan we. Begrijp me niet verkeerd. TV maken is helemaal te gek. Ik vind het superleuk, want je komt op hele bijzondere plekken. Het enige nadeel of één van de nadelen is dat het zo ongelooflijk vroeg is. Oh my god, kijk, het is gewoon nog donker buiten. Het is voor 7 uur en ik ga nu rijden. Ik zit al in de auto naar Schiphol. En dat vind ik even leuk. Maar ik moet nog even wakker worden. En dat is nu wel tijd, want ik moet gaan rijden. Check. Laten we gaan. Ik word altijd heel blij als ik op Schiphol loop. Gewoon omdat ik dan zo'n beetje zo'n gevoel krijg alsof ik echt op vakantie ga. En dat is nu niet. Maar dat geeft niet, want ik word er alsnog heel blij van. Aangekomen bij vertrekhal 3. Bas is er klaar voor met de camera. Je kan ook Joy afzetten bij de vertrekhal. Regisseur met iemand van TUI. We gaan zo meteen achter de poortjes hier. En dan gaan we naar piloten. We gaan het vliegtuig in. Yes. Dat vind ik echt heel leuk. Dit is misschien, ik denk wel de allerleukste aflevering van deze hele serie. Voor mij. Ik ben wel een beetje een vliegnerd. We zijn net de vertrekhal uitgelopen en we lopen nu naar een heel spannend gedeelte van Schiphol waar je normaal nooit komt. En hier kom je dus alleen als je een pasje hebt. Kijk maar. Pas uitgaan. En hier mag ik niet filmen. Oh. Ik moest dus net de clipjes verwijderen die ik binnen heb opgenomen toen wij deze hele mooie bezoekerspassen kregen. Want ze willen niet in beeld en dat snap ik ook wel weer. Maar ja, weet je, ik denk ik probeer het gewoon. Maar dat was even spannend net, want Joy die mocht eigenlijk niet achter de schermen hier bij Schiphol. Want je moet daar minimaal 15 voor zijn. En Joy die wordt over 2 dagen, zei Joy? 2 dagen? Hoeveel? Wanneer word je? Een week. Een week? Dan word je... iets meer. En dan word je 14, toch? Ja. Nou, dan hebben we 5 man, zodat je naar binnen gaat. Ja. Woehoe. Oké. Okay. Ja, je moest inderdaad 15 zijn. Maar we mogen toch naar binnen met deze pasjes. Dus nu snel naar binnen. Oeh, vandaag is een beetje een heftige dag. Ik ga nu met de piloot mee, die staat hier achter. Ik ga hem volgen met deze vlogcamera voor Joy & Bart programma. Dus ik heb helaas geen tijd om nu te vloggen. Dus ik hoop dat ik nog wat beelden kan maken, maar dat wordt een beetje spannend. Zo, ik ben nu in het vliegtuig. We hebben net alles opgenomen met de piloten, die waren echt te gek. Die staan daarachter trouwens, de piloot. En nu komen zo meteen alle gasten naar binnen. Dus we staan nu nog in een heel leeg vliegtuig. En Joy is nog even snel wat dingen aan het opnemen. Maar dan moeten we er heel snel uit, want er gaan dus echt mensen vanuit dit vliegtuig naar Curaçao. Ja. En ik was net ook even in de cockpit. Dat was ook echt super vet. Ik loop er nu even naartoe. Kijk, het is hier. Super nice. Wow. En dat is de co-piloot. Goeie vlucht, hè? Dankjewel, man. Tot. Mochten wij in geval van evacuatie komen met zuurstofgebrek, we leggen ook uit hoe de riemen werken, we leggen uit de zwemvesten, mochten we evacueren op water. Kun je ook nog even naar de camera toe even hem omdoen? Maar ik zou er even een montage van maken. Gewoon even heel kort even omdoen, even laten zien, omdoen en een paar stapjes maken. We gaan nu kijken waar de stewardessen slapen. Dat zie je boven. Bizar, het is helemaal niet zo heel groot vliegtuig. Maar toch is er een boven. Ja, dus hier ben je echt goed. Ga ik zo gaan doen. Kunnen jullie nog een keer van hier gaan? Fantastisch. En ik zit weer lekker in de auto. Dit was weer zo'n item waar ik echt zo niet achter de schermen kon filmen. En dan baal ik dan een beetje van. Het was kort, maar wel heel leuk. En ik vond het een van de leukste items om te draaien. Want ik mocht gewoon in de cockpit van het vliegtuig. En nu terug naar mezelf. Oké, dankjewel Bart. Ja, deze aflevering is namelijk nog niet helemaal voorbij. Want jullie hebben mij weer echt heel veel vragen gestuurd. En die vragen, moet ik eerlijk zeggen, worden steeds leuker. Dus laten we snel gaan beginnen. Van Mustafa Bouhali die vraagt: hey Bart, ik zou graag willen weten hoe Fender jouw hond is geworden. Heb je hem gewoon gekocht of zit er een verhaal achter? Nou ja, ik heb hem gewoon gekocht, maar wel toen hij nog een heel klein dropje puppy was. En hij zag er zo uit. En hij wil ook graag een shout-out. Hoi Manar, tof dat je kijkt. Sanne Louise die vraagt: Bart, beschrijf jezelf in één woord. Pannenkoek?
Elisa's World of Eliza's World die vraagt: liever kaal of geen wenkbrauwen? Nou, dat lijkt me alle twee echt verschrikkelijk, maar dan maar geen wenkbrauwen. En dat ziet er dan zo uit. It's time for Jenny, die vraagt: als je met één iemand ooit een cd zou mogen opnemen, met wie zou dat zijn? Douwebop. Ben ik fan van, maakt de muziek die ik leuk vind en ik denk dat wij wel leuk samen muziek kunnen maken. En de laatste van Delicia Westerman. Hey, die herken ik nog. Die zegt: welke dag vind jij het leukste van het jaar? De eerste dag dat het 25 graden met zon is. En dat was weer de aflevering van deze week. Vond je hem nou leuk? Geef hem een blauw duimpje omhoog. Stel gewoon je vraag weer onder in de comments. Dan ga ik die volgende week wellicht beantwoorden als je een beetje geluk hebt. En dan ben ik er gewoon volgende week weer bij. Uurtje of 6. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan hierboven. Of ja, ergens. Er staat ergens een knop in beeld. Daar kan je op klikken. Dan zeg ik hasta la pasta. Doeg, doei, hoi, houdoe, de mazzel, later. En tot volgende week.